Doet het iets voor de belichting? Absoluut niet. Het is wel een kerstboom. Maar het doet niks voor de belichting. Maar het is wel een kerstboom. Even wachten. Ik ga kijken of ik hier nog wat meer van kan maken. Het is al beter. We komen in de buurt. Maar het is nog steeds niet helemaal ideaal. Momentje. Belichting is beter. Het is wel tempting om nog een keer over die boom te strijken, maar ik ga het deze keer anders doen. Proost. Ah, oké. Okay. Wassa, mensen van NDLDLC, ik ben Rick. Welkom bij een eindejaarsvideo, zoals ik die altijd doe op mijn kanaaltje. Ah, het is goed om terug te zijn. Nog niet helemaal, maar daar kom ik straks op terug. Welkom bij de eindejaarsvideo van NDLDLC. Kunnen we nog even kut kerstmuziek starten? Ook als geen kerst meer, komt ie. Prachtig, prachtig. Zo sfeervol. Terwijl er voor de rest echt geen sfeer hangt hier zo. Maar ik heb wel op de achtergrond lekker discolampjes. En een mooi kerstboompje. Oh, ik heb het toch gedaan. En deze slinger gepakt van boven. Omdat ik dacht van, fuck it. Ik heb nog wat meer. Het is ook gelijk de tijd van het jaar om je kerstsokken aan te doen. Ook al is de kerst al geweest. Kijk. Het is kerstman. Ho ho motherfuckers. Ah, het kriebelt als de tering. Kunnen we dit even zo? Is dit een ding? Kan dit? Wauw. Het is prachtig. Dus nogmaals, welkom bij de eindejaarsvideo. Ik heb weer vandaag een theetje meegenomen. Ik ben Erik. Je favoriete host van ND Allianz. Ook de enige, by the way. Ik heb voor vandaag ook expres mijn baard laten staan. De meeste mensen hebben al gezegd, weet je wat jij moet doen? Je moet hem wit verven, want dan ben je de kerstman of Sinterklaas of iets anders. Nee, gaat niet gebeuren. Sorry. Ik heb wel mijn haar geknipt nog. Dit is de video waarin ik over het algemeen even bekijk wat ik het afgelopen jaar wel of niet heb gedaan. Leermomenten. En deze keer wel goed voorbereid ten opzichte van de 2018 variant. Ik heb namelijk deze keer alles heel mooi op een kladblokje uitgeschreven. Ja, ik ga gewoon deze lijst even af. Ik heb er wat dingen opgeschreven die ik heb gedaan. Ik heb wat dingen opgeschreven die ik jullie aanraad om te kijken. Ik heb er wat dingen opgeschreven waarvan ik zelf heel veel heb geleerd. En ik heb een aantal projecten die ik in 2020 misschien wel uit gaan brengen. Of waar ik over ga nadenken of ik ze uit wil brengen. Laat ik al eerst beginnen met mensen. Ik bedank jullie echt hartstikke voor 2019, 2018. Het zijn van een YouTuber in deze tijd is vrij lastig. Het is namelijk, er zijn zoveel concurrenten zoals ik al meerdere keren heb gezegd. En zoveel verschillende YouTube kanalen waar je naar kan kijken in plaats van dat van mij. Dus ik waardeer het heel erg. Ik ben heel blij dat je de tijd neemt om mijn video's te bekijken. Met dat gezegd te hebben, stoppen we met het iets wat sentimentele gedeelte van de video. Laten we doorgaan met de keiharde feiten. Dus ik heb opgeschreven. De eerste dingen, dat zijn de uitgespeelde series voor mij. Op dit kanaaltje, ND Allianz. Valiant Hearts, Cuphead, Life is Strange 2, episode 1 tot en met 5. Rise of the Tomb Raider, Bioshock, Assassin's Creed Syndicate heb ik allemaal uitgespeeld. Dat zijn in totaal 6 games. Dat zijn behoorlijk veel games. Gegeven dat Life is Strange een heel jaar duurde, de rest niet. En een beetje tussendoor kwam. Ik vind dat ik het wat dat het wel redelijk heb gedaan. Ik denk dat ik er wel wat meer had kunnen doen als ik aan het einde van het jaar ook gewoon video's had geüpload. Maar daar komen we uiteindelijk straks nog wel bij. Dus ja, ik weet niet. Ik ben uitermate tevreden over het jaar qua games en let's plays. Wat dat betreft. Nou, dan gaan we door naar wat andere series. Bijvoorbeeld een de minigames stond uiteraard stil. De laatste video die ik heb geüpload is 10 maanden geleden. Is al wel 2019, maar dat is fucking lang geleden. Het zou misschien wel iets korter kunnen zijn, maar laatst die ik kon vinden in de geüploade video's lijst was Trinky Towers. Dus de Trinky Towers video. Het zou ook nog een Dead by Daylight video kunnen zijn die daarna kwam, maar in ieder geval, het is tyfus lang geleden. Ook daar heb ik straks nog wat over te zeggen. Ik ben namelijk een beetje aan het proberen te recoveren met mijn YouTube kanaal, dus er komt shit aan, maar daar kom ik straks op terug. YouTube Talk is in dit jaar een heel groot succes gebleven. Gebleken, ik weet niet of ik gebleven zei, maar gebleken, sowieso gebleken. YouTube Talk was altijd een serie waarin ik gewoon tegen een camera praatte, omdat ik zoiets had van dat wil ik
ook op mijn kanaal doen. En dan praten over dingen die gerelateerd zijn aan YouTube. Omdat er naar mijn mening niet heel veel YouTubers zijn die dat doen. Dus ik dacht, weet je wat, dan ga ik eens een serie van maken. En de eerste paar afleveringen gingen wel lekker. Want natuurlijk omdat het een nieuwe serie is, moet je altijd even aankijken. Of dat het zeg maar daadwerkelijk zo goed loopt als je er meerdere video's van maakt. Maar ik krijg altijd te horen als ik een nieuwe YouTube-talk heb geüpload. Gast, dat was een goede video. Ik ben heel blij mee dat je die... Of tenminste, ik vind die video's altijd heel leuk om te kijken. Je zou er meer van moeten doen. Allemaal positieve reacties. Ik ben op de laatste YouTube-talk daarop teruggekomen volgens mij. Dus ga die vooral kijken als je er mijn mening over wil weten. Maar kort samengevat. Ik maak er niet zoveel van omdat ze goed bekeken worden. Als ik er meer van zou maken, dan zouden ze minder goed bekeken worden. Dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Maar dit valt ook onder de YouTube-talk slash random talk serie. Dus... Hier heb je kerstcadeautje van mij, alsjeblieft. Ik ben The Evil Within gestart en ook weer gestopt in 2019. De serie, de game is niet echt wat voor mij. Ik wil hem uiteindelijk nog wel een keer uitspelen. Ik wil graag Evil Within 2 ook nog een keer spelen. En voordat ik Evil Within 2 doe, wil ik eigenlijk eerst Evil Within 1 uitspelen. Dus daar moeten we nog even naar kijken wat ik daarmee ga doen. Maar voorlopig blijft hij op stil. De game is niet echt heel erg vermakelijk voor mij. Misschien in de toekomst, maar ga er niet van uit. Ik heb Randall's Monday Hairstart. Daar ben ik momenteel nog mee bezig. Dat is eigenlijk wel wat ik eigenlijk heb gedaan. Ik probeer Randall's Monday hopelijk dit jaar, of zeg maar 2020, niet dit jaar, want dat zou kort zijn. Ik heb nog maar 2 dagen. 2020 af te maken zou ik heel nice vinden. Dat is namelijk weer een serie op mijn kanaal die er nog stond, die ik niet had afgerond. Er zijn er in totaal nu 3 van. Randall's Monday, Assassin's Creed Rogue. En The Evil Within. En Assassin's Creed Rogue wil ik uiteindelijk ook een keer gaan doen. Zoals ik al eerder heb vermeld in andere video's. Ik wil alle Assassin's Creed op mijn kanaal hebben. Dat is altijd mijn streven geweest. En dat wil ik ook altijd blijven doen. Er komt volgend jaar waarschijnlijk kondigt men een nieuwe Assassin's Creed aan. Met Vikings. Die ik ook heel graag wil spelen. Maar ik wil ook Rogue doen. Want het is een van mijn favoriete games. En ik had hem toen al bijna 100%. En daarna wil ik hem gelijk weer gaan spelen. Dus... minder fun, maar die wil ik ook gaan doen, want het is een van mijn favorieten. En die wil ik natuurlijk met jullie showcase. En de laatste drie maanden. Dus wel langer, nee, dus wel de laatste 3 maanden volgens mij. De laatste 2 à 3 maanden ben ik vrijwel inactief geweest. En ja, daar zit een reden achter. Ik heb het gewoon heel druk met school. Ik heb het heel druk met het student company traject samen met mijn blog. Het kost veel tijd, ik moet heel veel leren. Maar de week na de vakantie heb ik mijn toetsweek. De week daarna heb ik mijn Engels mondeling. En in die 2 weken moet ook de student company afgerond zijn. Dus alle financiële stukken moeten op tafel liggen. En als ik daar eenmaal vanaf ben van de student company naast mijn blog, dan ben ik weer klaar. Dan hoop ik weer tijd te kunnen vinden voor video's. En dan kan ik jullie garanderen. Ja, ik kan nooit alles garanderen. Ik kan natuurlijk niet garanderen. Maar dan kan ik jullie in ieder geval met enige zekerheid zeggen dat er een aantal series gaan terugkomen. Een aantal video's gaan terugkomen. En hopelijk een heleboel video's. En dat ik eindelijk weer aan YouTube kan doen. Want ik heb daar gewoon nu amper tijd voor. En hoe kut ik dat ik vind, ik moet die opoffering maken. Ik moet opofferingen maken in mijn schema. En dit is eigenlijk het enige wat eruit valt. Naast het feit dat ik probeer af te vallen. En dat offer ik ook op. Want ik heb daar ook geen tijd voor om echt per se op mijn eten te gaan letten. En geen zin in. Want als ik na een lange dag werken thuis kom. Dan heb ik daar allemaal niet zoveel zin in. Dus qua gezondheid en YouTube is er wat dat betreft natuurlijk ook weer wat veranderd. Maar op het moment dat ik meer tijd heb en tijd ervoor over kan maken, dan wil ik daar natuurlijk ook weer aan verder gaan. Dus. En misschien wil ik daar ook wel een serie over maken. Maar dat zegt over alles. En hoogstwaarschijnlijk gaat dat niet gebeuren. Dus we zien het wel. Maar als het goed is, als ik dit blok heb afgerond en ik heb meer tijd over, komen er weer video's terug. Dus in 2020 hoop ik het weer terug op te kunnen pakken. Maar dat gezegd te hebben, dat zijn alle samenvattende puntjes die ik heb gedaan. Dan gaan we nu naar de aanraders die ik heb opgeschreven. Want ik heb natuurlijk al een paar video's gemaakt waar ik trots op ben. En die ik graag wil delen met jullie. Dus de aanraders die ik hier heb opgeschreven zijn als nummer 1. Studiekeuzepraatjes met Rickard. Dat is een random talk. Staat in de YouTube talk playlist als je hem zoekt. Het is een video waar ik ook veel positieve reacties op heb gehad. Het is een video waarin ik praat over HBO tegenover universiteit. Als je geïnteresseerd bent in ik die een beetje ramble voor een camera tegen jou. Kijk die video. Ik ben er uitermate trots op. Goede reacties op gekregen. Dus ik denk, die staat bovenaan mijn lijstje. Ik heb als tweede video Smite Agency met 33 de Discordia video. Voedselpakket aan Mattie.
ook heel blij mee dat ik die heb geüpload. Beetje meme-achtig. Als je de Smite Edition met serie kent, dan weet je wel wat dat inhoudt. Dus ik weet niet of het per se de beste is, maar het is een van de betere die ik zo snel kon vinden. Dus ik zou die ook gaan kijken. Dus het is een iets recentere video dan studiekeuzepraatje met Rickert, geloof ik. Ik heb ook even uit mijn hoofd Smite Edition met Chernobyl of Chernobog. Is ook goed, ik weet niet welk nummer dat is. Maar die kan ik even nu voor de geest halen. Omdat er een paar memorabele quotes in zitten. Dus die zou ik ook even kijken. Als je tijd hebt en je wil een klein beetje de goede video's, de betere video's, de beste video's van mijn 2019 zien. Ik heb twee series opgeschreven. Of dat is één serie en de helft van de serie. De serie die ik heb opgeschreven is Cuphead. Als je ervan houdt om mij te zien ragen, als je ervan houdt om iemand anders te zien ragen. En een moeilijk spel te kijken. Cuphead is een van de series die ik in 2019 heb uitgespeeld. Waar ik heel trots op ben. Maar waar ik ook zwaar boos om ben geweest. Het is een van de meest satisfying games die ik ooit heb gespeeld. Maar ook een van de moeilijkste games die ik ooit heb gespeeld. En de meest frustrerende games die ik heb gespeeld. Dus ik denk dat qua... ik weet niet of ik het zozeer de beste game, beste let's play wil noemen van mijn kanaal ooit. Maar dat is zeker wel eentje die in mijn top 3 staat. Qua series op mijn kanaal. Dus daar ben ik heel blij mee. De tweede serie die ik heb opgeschreven is Life is Strange 2. Alleen episode 1 en 3 vond ik de beste. In mijn review aan het einde heb ik dat volgens mij ook gezegd, maar dat weet ik niet zeker. Episode 1 en 3 waren goed. Episode 2, 4 en 5 wat minder vond ik. Dus als je dus zou willen kijken, kan je de hele serie kijken natuurlijk. Omdat dat zeg maar qua volgorde wel nice is. Maar 1 en 3 zijn wel de betere. Dus als, als je echt beperkte tijd hebt en ik moet je er aanraden, pak episode 1 en episode 3 van Life is Strange 2. Dat zijn de betere. Veel van genoten. Ik heb hier een aantal leermomentjes opgeschreven, uiteraard ook. En nog een paar projecten voor 2020, maar daar kom ik op het allerlaatste moment op van deze video. De leermomenten. YouTube Talk heeft veel potentie. Ik had niet verwacht dat er zoveel potentie in zat, dat ik er zoveel positieve reacties op zou krijgen. Dat is dus wel opvallend. Ik krijg namelijk van heel veel mensen, zo op mijn school bijvoorbeeld, te horen dat het een serie is. Ze houden ervan dat ze het idee, of dat jullie het idee krijgen dat je direct contact met mij hebt. Nou, als je dat wil en je wilt het uitbreiden, laat een reactie onder in de comments achter. En ik lees ze altijd, uiteraard. Maar dat vind ik nice. En ik vind het nice om daar goede positieve feedback op te krijgen. Ook negatieve feedback, uiteraard. Daar verbetert de serie van, daar verbeter ik van. Dus uiteraard ben ik heel trots op YouTube Talk. Op mijn baby, op mijn creatie. Ik vind het heel nice dat ik dat... Dat is iets wat ik natuurlijk zelf bedacht. Dus dat maakt het altijd wat specialer dan dat je een game pakt en hem let's play. Ja, ik dank jullie nogmaals voor de positieve feedback erop. Dan heb ik... 1D minigames opgeschreven. 1D minigames heeft ook veel potentie, dat heb ik altijd wel geweten. Alleen is het heel lastig om die video's te maken als je niet meerdere mensen hebt om mee te spelen. Dus daarom is 1D minigames een beetje op schat gevallen. Ik speel namelijk altijd een beetje dezelfde games, niet per se altijd wat anders met mensen. En daarom heb je niet altijd wat anders. En games zoals Rainbow, als Dead by Daylight, kan je niet meerdere keren spelen. Dat is gewoon altijd hetzelfde concept. Behalve, of zeg maar, in Minecraft kan je dat natuurlijk wel. In Fortnite kan je dat bijvoorbeeld weer niet. In Roblox zou dat ongetwijfeld ook kunnen. Maar ja, dan vallen ze series behoorlijk op hun gat. Het lijkt me heel grappig om nog een keer een Minecraft game te doen. Of een game Minecraft te doen. In een minigames met gewoon nu, zeg maar, deze tijd. Dat lijkt me zo grappig. Gewoon alle guys die er vanaf het begin waren. Vanaf Brawlhalla. Vanaf de vijfde video Brawlhalla. Aflevering 6 van 1D minigames. Die Brawlhalla video volgens mij. Doei bal. Huilgezichtje. Als iedereen er van toen, van 3-4 jaar geleden, of 2 jaar, weet ik veel, dat was lang geleden. Of iedereen van Smite Agency met de eerste, dus weet je wel, mensen zoals Sal, als die erbij zouden zijn. We zouden een video mee kunnen maken in Minecraft. Deze dagen in 2020 lijkt me zo leuk. Maar dat zien we in de toekomst wel. Games let's play kost heel veel tijd, daar ben ik ook achter gekomen. Ik heb gewoon geen tijd voor. Dus ja, het is zeg maar, het social spelen is niet zo'n groot probleem. Maar de energie, de emotie ervoor vinden, terwijl je het heel druk hebt gehad op school, is heel lastig. En ik heb er gewoon geen tijd voor om een goede video neer te zetten in de tijd die ik nu heb. Dus de uiterste conclusie is weinig tijd. Ik moet het beter indelen. Dus in 2020 hoop ik meer tijd over te houden om meer video's te maken eigenlijk. Daar komt het op neer.
Ik heb een aantal projecten nog opgeschreven als laatste, zoals ik al zei. Ik ben momenteel bezig met Shovel Knight en Randall's Monday. Uiteraard ga ik proberen die video's af te, of die series af te ronden in 2020. Dus ja, als ik weer tijd heb, gaan we daarmee door. Dat zijn zo de series die direct terugkomen. Ik ben flink bezig geweest de afgelopen dagen met het opnemen van video's voor A&D minigames. Potentiële comeback als de video's heel goed zijn. Of als er een aantal momenten zitten die ik kan knippen die goed zijn. Dan komen die series terug. Dus ik hoop dat er wat goeds tussen zit. Dan kennen jullie een comeback terugzien van in de minigames uiteraard. Die had ik nog niet eens terug, of die had ik niet eens op een lijst gezet. Maar in ieder geval. Ik heb een aantal aanvragen gekregen voor games. De game Detroit Become Human is op de... op de Epic Games Store is die available. Als ik de Epic Games Store ga installeren, dan is dat een game die uiteraard op mijn kanaal komt. Ik weet dat het een goede game is. En die gaan we uiteraard gewoon spelen. Ik heb gehoord over Hollow Knight. Mensen die dat aan me aanvragen. Een game, ik weet niet of die goed te let's play is. Of dat die te lang is. Maar daar moet ik nog even naar kijken. Nogmaals, dat zijn potentie dingen. En ik weet niet of ze gaan gebeuren, maar dat gaan we dan wel zien. Er staan nog twee dingen op mijn lijstje. De fluitserie. De serie waarin ik ga leren de fluit te bespelen. Moet ik kijken of ik daar ook echt tijd voor heb. Nogmaals, heb ik nu geen tijd voor. Maar dat zal ik in de toekomst even aan moeten zien. Lijkt me wel heel leuk om te doen. En dingen die momenteel gepland staan. Waarvan ik zeker weet dat ik ze ga doen. Een serie genaamd Will It Fit. Dat is de serie die ik misschien... ik weet niet of ik hem in video's al heb benoemd. Maar ik heb voor school een student company. Een bedrijf. Daar ga ik ook nog een video over maken. Dat weet ik ook zeker aan het einde van de looptijd. En daarvoor hebben wij voor de marketing een serie opgenomen. Ik heb al die afleveringen binnengekregen. En ik heb de permissie gekregen om die allemaal aan het einde van de Student Company te uploaden op mijn kanaal. Dus dat ga ik zeker ook doen. Die komen uiteraard aan het einde van de looptijd. Dus dat is in februari. Komen die op mijn kanaal waarschijnlijk. Dus dat. En er staat voor mijn school. Ik moet voor elk jaar 2,5 punt aan eigen studiepunten bedenken. En ik heb bedacht om in jaar 3 voor mij, dus dat is volgend jaar 2020, een podcast te gaan doen met een klasgenoot van mij. Dus ik weet niet of dat sowieso op mijn kanaal komt. Waarschijnlijk niet. Maar daar ga ik wel naartoe linken op het moment dat het uitkomt. Dus daar, het lijkt me heel leuk om dat te gaan doen. En dat gaat ook gebeuren dus als het goed is, als ik het voor mekaar krijg. Die staat in ieder geval gepland en ik ben ondertussen in gesprek met wat mensen van de economische afdeling, de marketingafdeling van mijn school, die ze ja, kijken of het kan. Dus dat zijn projecten die komen er sowieso aan. En dat was mijn hele lijstje. Ik denk dat ik daarmee wel mijn jaar ongeveer heb afgerond. Ik merk dat ik heel slecht aan het ademen ben. Dat ik mijn tijd en adem niet zo goed indeel. Maar dat komt ook zo... Ik ben zo enthousiast. Ik ben heel blij met het jaar 2019. Ik ben minder blij met het jaar 2018. Maar hey, met 3 maanden minder uploaden lijkt dat me ook wel logisch. Het is een jaar waarover ik niet mag klagen. Ik denk dat ik wel veel heb bereikt in de eerste 9 maanden. Ondanks dat ik dingen niet heb gedaan in de afgelopen 3 maanden. En die staan natuurlijk wat meer bij. Maar in ieder geval, over het algemeen, tevreden. Ik mag niet klagen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. En hoop ik jullie volgende keer weer terug te zien. Met een nieuwe aflevering op een YouTube talk. Of een nieuwe afsluitvideo. Of een nieuw jaar afsluiting. In het nieuwe jaar doe ik meestal een aantal goede voornemens. Volgens mij. Volgens mij heb ik er ook een video over gemaakt. Dus misschien doe ik nog wel een goede voornemens video ergens in januari. Met nog wat dingen, wat concreter uitgewerkte ideeën. Misschien, eventueel, misschien. Maar dat zien we dan wel. Nogmaals, bedankt voor het kijken. See you.